Lieve mensen, van harte welkom bij weer een gloednieuwe video hier op LokoFIFA.nl. Leuk dat jullie allemaal weer bij zijn. En vandaag even weer een profless video. En weer een korte, maar ook weer een hele belangrijke. Jullie hebben natuurlijk de vorige video kunnen zien over profclubs. Die dus ging over of jullie het willen zien op LokoFIFA.nl. Helaas dus niet. Hartstikke jammer, maar goed. Moeten we helaas, of moet ik vooral, mee leven. Maar waar ik niet mee kan leven is dat de resultaten, zoals jullie zien, niet heel best zijn. Tuurlijk, we zitten in divisie 1. Het gaat hartstikke goed in dat opzicht, omdat we in de hoogste divisie zitten. Maar als je ziet, de laatste pot hebben we verloren en handhaving is zo zeker niet meer. Nou, wat is nou het probleem? De mensen met wie ik dus heb gespeeld, denk aan bijvoorbeeld een Arda, denk aan een Jori, denk aan een Maxime, die kunnen deze periode kunnen of willen die helaas niet, wat natuurlijk ontzettend jammer is, maar goed, daar moet ik helaas mee leven. Dus ik en Kevin blijven eigenlijk over. Ik en Kevin Bravenboer, zoals jullie weten. En wij zoeken een derde persoon die er graag bij wil komen. Die dus mee wil doen in divisie 1. Maar het is meer dan alleen mee willen doen. Nou, dus wil ik je even meenemen in waar je aan moet voldoen. Dat klinkt misschien een beetje stom. Als je kijkt naar mijn niveau. Ik ben niet een geweldige FIFA-speler. Dat is Kevin ook niet. Maar het gaat echt om, hoe kan jij in een team spelen? Dus het gaat om het teamspel, hè? Weten hoe iemand als een elk speelt. Ik ben dus vaak de elk als het gaat om het wedstrijdspelen in prof, een wedstrijd spelen in profclubs. Dus je moet ook een beetje weten hoe ga je je daarin vormen. Kan je al een positie staan die nog vrij is? Nou, dat ga ik dus allemaal even in deze video kort behandelen. Dus ja, vooropgesteld, je komt in divisie 1 terecht. Ongeacht of we handhaven of niet. Want het ligt eraan of je de laatste wedstrijden al spelen voordat een derde persoon bij komt, ja of nee. Maar het gaat erom, het zal waarschijnlijk het niveau divisie 1 worden. Dus je moet ook een beetje ervaring hebben met spelen in hogere divisies. Dat kan dus zijn in andere profclubs. Want het is wel echt een minimale vereiste. Dat je wel al bij een andere profclub, of misschien zelfs bij deze profclub, in een hogere divisie hebt gespeeld. Dat kan. Misschien mis ik jouw naam. Ben ik je toevallig vergeten terwijl je in divisie 3 of 4 wel eens hebt meegespeeld. Dat kan. Dus ik vind het absoluut een vereiste dat je in een hogere divisie, in een hogere divisie hebt gespeeld in profclubs. Maar niet bij welke profclub. En dat je daar natuurlijk ook een bewijs van hebt. Want ze vinden natuurlijk wel dat mensen echt een bepaald niveau moeten hebben. Dan ga ik natuurlijk niet heel erg kijken naar, oh, je moet fucking goed zijn. Want zoals ik net al zei, het gaat natuurlijk om het teamspel. Dus het gaat voor mij ook heel erg om motivatie. Heb je er wel een beetje zin in? Heb je er een beetje zin in om mij en Kevin profclubs te gaan spelen voor de aankomende tijd? Dus laat het ook zeker even weten of je daar ook echt oprecht zin in hebt. Want dat vind ik echt heel belangrijk om, om die mindset te hebben als je met ons profclub gaat spelen. Dan, dat is dus even over de divisie en over jouzelf. Natuurlijk dat je ook gewoon ons, nou in ieder geval niet haat, laat ik het zo zeggen. Anders wordt het behoorlijk lastig om goed met elkaar samen te spelen. Want als je het ook met elkaar gezellig hebt, als je met elkaar kan lachen, dan gaat het ook veel beter. Dat heeft ook een beetje te maken met die mindset. Laatste punt is het poppetje. Dit is mijn poppetje. En ik speel natuurlijk in de spits, als je het weet, omdat ik op elk sta. Dus mijn poppetje gaat automatisch naar de spitspositie. En de posities die hier over zijn, zijn de linker aanvallende middenveldpositie en de rechter aanvallende middenveldpositie. En natuurlijk CVM en centerbacks, maar daar wil ik eigenlijk liever niemand op hebben. Ik wil dus dat je of Lam kan of Ram. Ik denk dat je daarmee wel begrijpt wat ik bedoel. Maar dit is mijn poppetje. En zoals jullie zien, het gaat echt om van, wat vind je nou fijn? Wat vind je nou handig? En waar ben je goed mee? Nou, ik weet bijvoorbeeld, ik hou van snelle, lenige spelers. Dus je ziet al, snelheid, dribbelen, hoog. Schieten, hoog. Pasen is bijvoorbeeld niks. Maar pasen is bij mij al op een goed niveau. Dus kijk al goed naar, wat is voor jou op een acceptabel niveau? En wat nog niet? Wat wil je hoger hebben? En waar wil je gebruik van maken met je poppetje? Zeker dus als je op Lam of Ram komt, zou het dus handig zijn als je veel snelheid hebt, veel dribbelen en veel passing en veel schieten. En als je al veel profclubs hebt gespeeld, als je al een hogere divisie hebt gespeeld, dan heb je als het goed is al veel vaardigheidspunten. Die kan je natuurlijk opbouwen naarmate je ervaring met profclubs, dus hou daar rekening mee. En als het gaat om je poppetje, dus jij komt dan op Lam of Ram terecht, zorg dan dat je een klein poppetje hebt, een klein lenig poppetje die nog een beetje fysiek heeft, niet dat hij met 50 kracht volledig van de bal wordt gezet. Nou goed, dat is een beetje voor mijn advies qua poppetje. Uiteindelijk ga je er natuurlijk zelf over. Maar denk ook goed na wat het handigste is voor in het team straks. Dus,
De meesten zullen waarschijnlijk nu hebben weggeleid en denken van profclubs, what the fuck, het boeit me echt geen ene flikker. Ik wil helemaal niet meedoen met jullie, want jullie zijn vieze kutgozers. Dat mag. Maar denk je nou van, het lijkt me hartstikke leuk. Ik vind profclubs leuk. Het lijkt me leuk om in divisie 1 te spelen. En ik weet dat ik al een bepaald niveau heb. Ik ben gemotiveerd ervoor. En ik heb ook prima, ik kan er prima een poppetje van maken voor op LAM of RAM. Laat hem dan even achter in de comments. En uiteraard, iedereen die het in ieder geval wilt en die aan de vereisten voldoet, staat open om aan mij rustig in gesprek over te gaan. Want ja, ik wil natuurlijk wel er met iemand over kunnen praten. Of het natuurlijk wel echt een optie is. Dus laat het even gewoon weten in de comments of jij het wilt en of je aan de vereisten voldoet. Dan kan je er even met me over praten. Eventueel via Insta en anders via de comments. Dus dit was de video. Dus even gewoon een belangrijke, dringende oproep, kan ik wel zeggen. En ja, het is natuurlijk profclubs, weet je. Als je ervan houdt, dan is het gewoon hartstikke leuk om in de hoogste divisie te gaan spelen. Dus nogmaals, laat het even weten. Ik wil namelijk bedanken voor het kijken. Drop het duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer ook zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Laatst mensen.